Vrijdag, de laatste showbiz update van de week en die sluiten we af met het leukste showbiz nieuws, vers van de pers. Monique Westenberg is het beu. Er wordt heel veel media-aandacht geschonken aan heel het verhaal rond zijzelf, André Hazes en Sarah van Soelen natuurlijk. En daar vormt iedereen te pas en te onpas graag zijn mening over. Op sociale media ontvangt ze dikwijls brutale berichten. Nu zette Monique een duidelijk statement op haar Instagram. Een vrouw die haar blijkbaar lastig viel, zet ze nu op haar plaats. Ze moet verbitterd zijn, schrijft Monique. Nog nieuws over een andere bekende Nederlander, Klaasje Meijer. Ze is nog maar net K3'tje af of ze waagt zich al aan iets nieuws. De zangeres doet mee aan het Nederlandse programma The Big Balance. Ze is blijkbaar al enkele maanden aan het trainen om over een koor te balanceren, hoog boven het veld van Ajax in de Johan Cruijff Arena. Nuria van Blind Getrouwd deelde gisteren leuk nieuws op haar Instagram. Ze onthulde dat ze graag nog een dochtertje zou willen. En zelfs de naam heeft ze al in gedachten, Celia. Wie weet, binnenkort dus weer babynieuws vanuit de Blind Getrouwdhoek. Babynieuws verwarmt natuurlijk iedereen zijn hart. Kat Kerkhofs en Dries Mertens zitten duidelijk op een roze wolk. Vorige week maakte het koppel nog bekend dat ze in verwachting zijn van hun eerste kindje. Dries Mertens maakte donderdag tijdens een voetbalmatch niet zijn bekende hartje naar het publiek, wel een gebaar van een babybuik. Vervolgens stak hij zijn duim in zijn mond, zoals een baby. Ze genieten dus terecht van hun zwangerschap. En laten wij nu maar genieten van het weekend. Geen zorgen, het laatste showbiznieuws kan je sowieso altijd volgen op onze app of op onze website.